Hallo, dit is 800 schapenvlog 48. Waar zal het dit keer over gaan? Ik geef je een hint. Achter me staan er allemaal schilderijen. Ja, het speelt zich allemaal af in het museum. Dit verhaal gaat over het bezoek aan het museum. Zijn de schapen te zien in de schilderijen? Eerst maar een kijkje nemen in deze zaal. Hier hangen genoeg schilderijen met schapen. Maar tja, deze hangen hier niet echt in het museum. Ze zijn er voor dit verhaal vandaag even opgehangen. Wat gebeurt daar? Een van de schapen op het schilderij gaat staan en springt eruit. Die is nieuwsgierig naar wat er hier nog meer hangt en loopt mee. Kijk, daar zijn de schilderijen die er echt hangen. Aan de andere muur van deze zaal hangt dit rivierlandschap met schapen. De conservator vertelt dat Dordrecht een lange traditie kent op het gebied van schapen op schilderijen. Het begint bij Jacob Gerritszoon Cuyp en via Albert Cuyp, Aart Schouwman en Jacob van Strij komt het uiteindelijk tot een soort hoogtepunt bij Frans Le Bret. Er zijn ook schilderijen in de collectie van niet-Dordtse schilders die schapen weergeven, zoals Anton Mauve. Maar misschien hangen in de volgende zaal wel meer schilderijen met schapen. Aan deze muur zie je enkele schilderijen die er ook niet werkelijk hangen. Veel van de collectie is in het depot. Op de website van het museum kun je in de collectie een kijkje nemen. Daar komen deze afbeeldingen ook vandaan. Schapen zijn vaak onderdeel van het landschap. In de vele schilderijen en tekeningen van Frans Le Bret krijgen de schapen juist veel aandacht. Het schilderij rechts hangt in het echt in Hotel Dordrecht. Het oude woonhuis en atelier van deze schilder. Hé, wat doet dat schaap daar in het schilderij? Frans Le Bret heeft jou daar niet geschilderd. Loop maar met andere schapen mee. Er is hier nog veel meer te zien, maar dat zou je zelf moeten gaan bekijken. Hé, schapen, ga maar snel terug naar je plek voordat iemand het in de gaten krijgt. Jullie kunnen echt niet mee. Ik tel 25 schapen. En zo komt de teller op 732 te staan. Bedankt dat u keek en tot de volgende week.